Dit is slagerij distributie, maar slagerij distributie is eigenlijk veel breder dan dat. Het gaat over uitbenen, charcuterie, slager, spekslager, gevogelte. Dus vooral deze opleiding te beginnen is de anatomie van de dieren. Waar dat elk stuk ligt en hoe dat wij kunnen gaan verwerken naar panklare gerechten. Mijn naam is Bart van Nieuwenhuizen en ik volg intensief traject slagerijdistributie aan de CVO Vitans in Antwerpen. Ik heb deze opleiding gekozen omdat ik eigenlijk in de horeca stond en dat ik de laatste jaar heel weinig perspectief was in verband met werk. En ik heb dat heel lang wou doen. En op grootouders waren landbouwers en ik heb dat bij mogen aanschouwen. En dit was eigenlijk het ideale moment om daarmee te starten. Drie dagen zijn we bezig op de school, waar we nog twee dagen op een stageplek naar keuze. En daar passen we hetgeen wat we in de praktijk hier leren, dat we in de praktijk naar de stageplek. De focus ligt vooral op het uitbenen van dieren om die aan te verwerken in de toonbank. De bedoeling aan deze opleiding is dat ik fulltime aan de slag kan gaan bij een slagerij. Dit zijn als dus uitbenen, het werken van charcuterie zelfs achter een toonbankje te staan en de mensen te helpen naar het beste stuk vlees.